Recentelijk is er een opmerkelijk bericht opgedoken over Nathalie, de dochter van wijlen André Hazes, waarin wordt beweerd dat zij niet de dochter is van André, maar van zijn broer Joop Hazes. Naast André en Roxane had André Hazes senior nog twee kinderen, Melvin en Nathalie. Het contact met Nathalie en Melvin werd minder toen André trouwde met Rachel. Pas nadat Nathalie hem een kleinzoon schonk, werd hun band hersteld. Ook met Roxane had Nathalie lange tijd geen contact, maar een paar jaar geleden is dat contact weer hersteld. Helaas kwam het tussen Melvin en zijn vader nooit meer goed. Echter, gisteren dook er plotseling een vreemd bericht op over Nathalie op Instagram. Het bericht suggereert dat Nathalie mogelijk de dochter is van Joop Hazes en niet van André. Volgens de bron heeft André Senior dit eerder beweerd, wat de reden zou zijn dat hij lange tijd geen contact met Nathalie wilde. Het verhaal gaat dat Joop Hazes vreemd ging met Annie Dijkstra, de moeder van Nathalie. Tijdens de periode dat André Hazes met haar was. Dit zou betekenen dat Nathalie geen halfzus is van André en Roxane, maar eerder een nicht. Dit onverwachte nieuws werpt vragen op over de familierelaties binnen de Hazes familie en voegt een nieuwe dimensie toe aan het toch al complexe verhaal van hun banden en geschiedenis.